Welkom bij alweer een uitzending van NL Sport, waarin we verschillende takken van sport de revue laten passeren. Vanavond speciale aandacht voor Monique Wildschut-Blok, of Blok Wildschut inmiddels, lange afstandszwemster. En Henny is er ook weer bij. Henny Rukert, sportverslaggever, hoe wil je allemaal genoemd worden, Henny? Zo is het goed. Zo is het goed, vind je ook. Oké. Lange afstandszwemmen, dat is we praten dan over een vergeten soort sport. Hoe werkt dat precies? Wat bedoel je daarmee? Vergeten soort sport, omdat marathonzwemmen inderdaad in de jaren 60, 70, 80 echte marathons waren. En dat wil zeggen afstanden tussen de 35 en 45 kilometer. En daarna is het lange afstand zwemmen bij de FINA gekomen, zeg maar. Bij de FINA wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Dan is een marathon 25 kilometer. En dat zijn vastgestelde afstanden. Maar daarvoor, in de tijd dat ik zwom, waren het verschillende afstanden. Ietsje langer. En met een wereldbekercircuit. In de tijd dat jij zwom, of misschien daarvoor, was er een Utrechtse jongen heel bekend, Herman Willems. Ja, Herman Willems, ja. Maar Monique Wildschut, met alle respect, ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Nee, ja. Ja, ik moet zeggen, in die tijd, ja, in de jaren 80, zwom ik, heb ik lokaal best wel publiciteit gehad. Hier in Haarlem en Velzen, waar ik vandaan kom. Maar verder inderdaad niet zoveel. Nee, en je hebt 6 keer de wereldtitel gehaald. Je bent een keer tweede geworden bij de wereldkampioenschappen. En je hebt ze heeft vijf Nederlandse kampioenschappen op haar naam. Ja. Ik denk dat het heel erg is als je dan niet bekend wordt. Dat vond ik ook niet zo leuk, inderdaad. In de tijd dat ik aan het zwemmen was, vond ik het wel leuk als het. Natuurlijk vond ik het leuk, maar ik had er niet zo heel erg veel moeite mee, maar daarna wel. Maar ik verwachtte dat je met zulke prestaties toch in ieder geval kandidaat bent voor sportman of sportvrouw van het jaar, hè? Ja, dat dacht ik zelf ook. Niet geworden. Ieder jaar dacht ik word ik uitgenodigd. Maar die nominaties die gaan toch vanuit uit de pers. Ja. Hè? En als je niet in de pers komt, dan word je ook niet genomineerd. Maar wij van NL Sport zijn hartstikke trots op. Ja, ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ja, wat mij bijzonder verbaasde, wat ik heel erg knap vind, ik denk altijd dat het een enorme legendarische afstand is het kanaal overzwemmen. Dat heb je 2 keer gedaan. Ja. 1 keer in een tijd van 8 uur en 44 minuten. De tweede, als ik me niet vergis, 8 uur en 19 minuten. Klopt. Hoe gaat dat in vredesnaam zijn werk? 8 uur achter elkaar zwemmen. Ja. Hoe doe je dat? Wat gebeurt er onderweg met je? Wat er gebeurt er onderweg? Ja, weet je, een kanaal oversteken, daar staat je gedachten op de overkant halen. Dus dat het moeilijke van het kanaal is al die omstandigheden, zoals scheepvaart, hele sterke stroming, koud, het is altijd koud. Je kan kwallen tegenkomen onderweg, drijvend hout, olie, de hele reuter met uit. En dat houdt je toch wel bezig, ook wel onderweg. Dus het is niet alleen maar, je duikt in Dover, je loopt het strand af, het water in en knop op nul en zwemmen maar. Dat denken heel veel mensen. Maar als je dat doet, dan drijf je zo af dat je, dan ga je steeds langzamer en langzamer en haal je het misschien niet. Het is niet zo dat je in een of andere trance geraakt, zo van, en maar doorgaan en... Er zijn wel gedeeltes dat je in een soort van trance komt of, ik zeg altijd maar meditatie in beweging. Maar je moet oppassen dat je niet de hele weg zo gaat, want dan, ik deed dat niet omdat ik... prestatiegerichte persoon was. En voor mij het halen van de overkant niet genoeg was. Ik wilde het ook zo snel mogelijk doen. Je gebruikt enorm veel energie. Je hebt dus in die 8 uur, meer dan 8 uur honger. Je hebt dorst. Hoe doen jullie dat? Ja, hoe gaat dat in vrede? Ja. Ik zou benieuwd. Ik om het half uur ongeveer nam ik een bekertje. Gewoon een plastic bekertje. En toen de tijd was de voeding natuurlijk nog niet zo erg... wetenschappelijk gedaan. Dus ik nam altijd fruit. Dus het was of banaan of persikken geprakt en fijn gemalen, zeg maar, met een vork. Heel veel druivensuiker erbij, beetje water erbij, roeren. En dat was mijn maaltijd.
En dat, ja, je moet je voorstellen, het is een heel grote vissersboot die naast je vaart. Dus ja, dat kan je niet zo aanreiken. Dus mijn coach, mijn vader was mijn coach, we hadden thuis al een hengel, een vissershengel, met een, zo'n kleine rondje van ijzerdraad. Daar ging dat het bekertje in, dat zo werd het dan aangereikt. En dan moest ik pak, en dan drinken en dan drie woorden zeggen. Want ja, je kan niet zoveel praten als zwemmen. Dus dat was ook het moment van even communiceren. Ja, en dan weer door. Je had het net over de beproevingen van een kanaalzwemmer of van een lange afstandszwemmer. En toen noemde je onder andere een boot. Ja. Maar een boot komt nooit zo dichtbij. Maar hoe ver die ook weg is, die stroming wordt beïnvloed, hè, heb ik begrepen. Ja, je bedoelt de boot die bij me vaart? Nee, scheepvaart? De scheepvaart. Ja, die scheepvaart. Nee, kijk, als je het hebt over die supertankers die er ook varen. Ja, die gaan zo enorm hard. Ja. En daar moet je niet dichtbij zijn, maar dan word je meegezoogd. En ik heb dus inderdaad een keer gehad dat die schipper die zegt, je moet nu sprinten of stilleggen. Ja, sprinten of stilleggen, hoezo? Ja, er komt een mammoettanker aan. Nou, die was dus ongeveer een kilometer verderop. En hij zegt, ja, toch moet je het nu bepalen, want ze kunnen geen kant op. Ze kunnen niet stoppen, ze kunnen niet links of rechts. Ongelooflijk. Ben je wel eens bang geweest in het kanaal? Nou, in het kanaal, niet bang, maar wel vol ontzag. Want je voelt je wel heel erg klein. Je ziet mensen natuurlijk, ongekend. Ja. Je zei net dat je ook om de snelheid ging, hè? Dat het niet alleen om het halen ging, maar om de snelheid. Dus die 8:19 was de snelste seizoentijd. Ja. Toch wel een schitterend iets, hè? Ja, ja. Kijk, een mooie Rolex kreeg ik. Wie heb je hier al? Je mag geen reclame maken. De organisatie. Dus dat is ieder jaar zo. Degene met de snelste seizoentijd. Van mannen en vrouwen. Maar ik had ook van allebei, hè? Oh, wat leuk. Dat was ook sneller als de mannen dat seizoen. Die krijgt dan een Rolex. Een heel mooi horloge met ingegraveerd aan de achterkant. Goed, ik kan me nauwelijks voorstellen. 8:19 zwemmen achter elkaar. Ja. Je kan niet eens wakker blijven, joh. Nou, je blijft wel wakker, hoor. In het koude water. Ja, ik ben 8 uur werken, ben ik soms wel moe. Maar 8 uur sporten, dat haal ik echt niet. Maar goed, je moet je voorstellen. Het is natuurlijk een duur sport. En je ligt in het water. En wat je net al aangaf, je zwemt in een bepaald ritme constant. De verbranding is vrij laag. En de ademhaling ook. Weet je, de ademhaling is in een bepaald ritme. Natuurlijk word je moe. Maar het is denk ik een andere moeheid als dat je een sprintje trekt. Hè? Als je met voetballen of met dat soort sporten, dan is het elke keer sprint trekken. Dan ben je ook 3 kwartier... bezig, maar dit is een ander soort moeheid. Dus dat je 8 uur achter elkaar dezelfde Is het op zo'n moment een voordeel of een nadeel dat je een vergroot hart hebt met een lage hartslag? Heeft dat enige invloed? Ja, nou, ik weet niet of het een voor- of een nadeel is, maar het maakt wel dat je het heel lang vol kunt houden. Het nadeel is dus dat je, dat met sprinten is het wat lastiger. Het duurt heel lang voordat je op gang bent. Ja. Dat wel, ja. Herman Willemsen was bekend. Ja. Dit jaar hadden we opeens, al vorig jaar Van der Weijden. Nou, vorig jaar. Ja, nou 2 of 4 jaar terug, wanneer was het nou? Ja, 2008 was het Maarten van Weijden. En dit jaar Ferry Weertman en dan Sharon van Rouwendaal. Nu opeens heel bekend. Ja. Maar jij bent dan de vrouw zonder de eeuwige roem. Ja, jammer. Nou, maar met zonder Rolex. De eeuwige roem. Ja, je hebt wel een Rolex. Ik heb een Rolex. Ja. En vorig jaar kreeg ik een brief in de bus. Ik denk, International Swimming Hall of Fame. En genomineerd. En ik ben dus vorig jaar opgenomen in International Swimming Hall of Fame. Ja. En dat is een hele eer. Het is toch nog erkenning. Ja. Voor Maarten van der Weijden. Ja, die wordt volgend jaar. Maar Ferry en Sharon, die hebben natuurlijk, die krijgen alle voordelen van zo'n gouden medaille. Ja. Jij hebt buiten dat horloge dan de Hall of Fame gekregen. Maar rijk ben er niet van geworden natuurlijk. Nee, dat zette geen zoden aan de dijk. Nee. Ik stond er wel in het World Professional Marathon Swimming Association. Maar ja, het professionele was dat je geld kon winnen. Ik kreeg geen startgeld hoor. Dus zie maar hoe je er komt. Ja. Je betaalt alles zelf. En als je goed zwemt, dan kon je prijzengeld winnen. En daar kon je dan weer de volgende
trip van betalen. Hoe lang heb je deze sport, topsport gedaan? In totaal iets van 16 jaar. Maar 16 jaar. Die marathons, in dat marathoncircuit, 8 jaar. En hoeveel kilometer heb je totaal dan wel niet afgelegd? Jeetje, Mina, geen idee. Dat zullen er heel hoog zijn. Geen idee, ja. Wat ben je eigenlijk na de sport gaan doen? Na de sport, toen ik tijdens mijn sport heb ik gestudeerd, de logopedie. En daar moest ik natuurlijk even wat mee doen. Dus ik ben een praktijk begonnen, een logopediepraktijk. En daaruit voortvloeiend ben ik steeds... Ja, dat komt dan wel vanuit die sport, hè. Zijn grenzen verleggen en ook opzoeken wat je leuk vindt en wat je nuttig vindt vooral. Dat, tenminste, dat vond ik. Dus daar, ja, logopedie heb ik een hele weg voor gelopen naar luistertherapie, wat ik nu doe. Luistertherapie, dat zet ik in op twee vlakken. Het ene vlak is communicatie, dus bij kinderen of volwassenen met communicatieproblematiek. En de andere tak is sporters, topsporters, die mentaal vastlopen of moeilijk tot de top kunnen komen door mentale problemen. Maar je bent niet direct gestopt, hè? Je bent gaan waterpolo, geloof ik. Ja. Dat is natuurlijk wel leuk ook. Ja, ja, leuk en het was nodig, want weet je, je kan natuurlijk niet zomaar stoppen. Zeker niet met een sporthart. Dus ik moest natuurlijk aftrainen. Maar ja, ik trainde 2 keer per dag, 20 uur in de week. Dus ik heb eerste jaar, ja, toen dacht ik van ja, zomaar trainen zonder een doel, dat vond ik erg lastig. En in mijn jeugd had ik al gewaterpolo'd. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga aftrainen. Iedere dag, ik begon met iedere dag een zwemtraining. En ik ben geëindigd met 3 keer in de week waterpolo trainen en spelen. En het is natuurlijk ook een teamsport wat ik ook erg leuk vind. Ja. En je bent nu zelf trainster geworden, hè? Ik ben nu even gestopt omdat men een bestuursfunctie open had die ik wilde vervullen. Uh-huh. Maar ik heb ook een aantal jaren training gegeven, zwemtraining. Okay. Ja. Jij hebt het net al gezegd, na zo'n zware inspanning in al die jaren moet je aftrainen, want dan je hart is vergroot. Het is, We hebben het er eerder over gehad en ik heb vandaag weer uit het Algemeen Dagblad een verhaal, een vrouwenteam redt met snelle reanimatie het leven van de grensrechter. Ja. Dat is natuurlijk prachtig, hè? Dat is bij HBSS gebeurd in Schiedam. Maar gisteren in Engeland, of eergisteren in Engeland, is het dus een jongen van 27 jaar, de aanvoerder van Derry City, die voelde zich voor de wedstrijd al niet lekker. Die heeft wel die wedstrijd uitgespeeld. Ja. Ging naar huis, maar de volgende morgen vonden ze hem dood in bed. En zo gaan er 150 tot 200 in de voetballerij alleen. Alleen al. Ben je nooit bang geweest dat je een terugslag zou krijgen? Ja, zeker. Tijdens het sporten niet. Alhoewel het laatste jaar krijg ik al een beetje last. Maar ik ben wel bang, ook nu ik ouder word, dat ik daar wel last van ga krijgen. Ja. Omdat ik natuurlijk steeds minder, sowieso minder intensief ga sporten. Ik heb wel eens gehoord dat je na zo'n carrière zoals jij hebt gehad, absoluut nooit met sport mag stoppen. Nee. Ik moet 2-3 keer in de week blijven sporten. Ja. Ik heb periodes gehad dat ik een jaar niet kon sporten vanwege kinderen krijgen en dat soort dingen. Dan voelde ik echt mijn hart wel overslaan of even stoppen en weer een beetje andere ritmes krijgen. En dan dat vind ik nog steeds eng. Ja, dat kan me voorstellen. Ik blijf schrikken. Ik heb in het verleden dus niet afgetraind. Dat heb ik heel niet. Ik heb af en toe ook dat mijn hart overslaat. En ik heb nog steeds spijt als haar op mijn hoofd dat ik dus niet heb afgetraind. Nee. En mijn fiets gewoon achter de bank heb geplakt. Maar bij mij is het ook af en toe zo van dat ineens mijn hart overslaat. Ja. En dan voel je even van help. Het staat even stil en dan weer hekketik. Je schrik je af en toe dood. Ik blijf het gek vinden dat als je 6 wereldtitels haalt en zoveel keer, ik geloof 5 keer Nederlands kampioen bent, dat je dan niet in de belangstelling komt en dat er niemand op je springt. Wat dat gaat, was het te vroeg. Ik denk, als je het nu doet, dan had je het was gewoon een andere tijd. En weet je, nu heb je ook die social media. Hè? Ja. In de jaren 80 had je niet eens computers. Dus was je echt afhankelijk van de kranten en van de televisie. En ik moet zeggen, bij het kanaal had ik wel een filmploeg mee kunnen krijgen van de televisie. Maar die zeiden van, maar welke datum en hoe laat ga je starten dan?
Ergens in die dagen en 1 uur voor hoogtij, meer weet ik niet. Maar dankzij NL Sport wordt ze toch weer bekend. Ja. Monique Wildschut. Nou, hartstikke goed. Ja, okay. Monique, hartstikke bedankt dat je hier was. En voor u, dit was weer het einde van deze uitzending van NL Sport. Graag tot de volgende aflevering. Hartelijk dank. En Monique? Ja, graag gedaan. Oké, bedankt. Dank jullie wel. Ja, bedankt.